En wordt gespaard met het oog op Olympiakos. 6 wijzigingen ten opzichte van vorige week tegen RWDM, maar ook 6 ten opzichte van de midweekwedstrijd tegen Servette. Wayne Rooney speelde hij in het begin van het seizoen. Daar gaat Eup. Eerste uitbraak misschien met Nuhu en Manier. Veel volk mee in één keer. En dan is het een vrije man zoeken en daar is het doelpunt al. Regan Charles Cook en... Na 1 minuut en 15 seconden staat Eupen 0-1 voor. Een koude douche voor KRC Genk. Hoe efficiënt kan je zijn? Dat was het plan van Florian Kohfeldt. Wel, dat voeren zijn spelers geweldig goed uit. Kijk eens wat de ruimte bij Van Genechten daar aan de tweede paal. Maar dat was niet eens nodig. Perfecte voorzet van Manier op het hoofd van Charles Cook. Maar gewoon springen en er zijn hoofd tegen zetten. En die bal is onhoudbaar. De versnelling van Bonsouba. Nou, dan gaat hij toch terug. El Kanous. Plaatsballetje. De paal voorkomt de gelijkmaker. Mooie actie van Bilal El Kanous. Hier leek het moeilijkste gedaan. Voor de Ghanese legt hij toch nog terug. Oh, mooi hoe Bilal El Kanous. En Arteaga is uitgespeeld. Want die blijft liggen. Dus moet Rossovski het opvangen. Gary Manier laat het over aan Isaac Nuhu. En de eerste kans van de tweede helft is voor Eupen. Het inluidt. Gary Manier. Ja, die scoort niet vaak. Deed het wel tegen Club Brugge aan Keerweg vorig seizoen. De steal nog van Manier, maar het hoeft niet meer. Eupen wint voor het eerst ooit hier